Ik ben Els en ik speel mee in de productie Kinderheil van Dennis Kelly. Een stuk gebaseerd op interviews en gesprekken. Ik speel de rol van Linda Brooks, een politica en moeder. In die volgorde, denk ik. Maar Linda Brooks is geen vrouw om terug te kijken. Wat geweest is, dat is geweest. Zij kijkt vooruit nu. En ze gaat ook vooruit. Ze sticht haar eigen partijtje, op haar eentje eigenlijk. Loopt de deuren af om terug, omdat ze voelt dat ze nog zoveel te zeggen heeft. En deze keer, zo verrechtvaardigt ze voor zichzelf, omwille van de juistheid van de zaak. En dat is haar grote drijfveer eigenlijk doorheen heel dat stuk. Natuurlijk heeft dat zijn gevolgen. De band met haar dochter is sowieso geen vanzelfsprekende moeder-dochterband. En doorheen heel haar politieke strijd schuift die dochter eigenlijk meer en meer op de achtergrond. En ze heeft daar haar een uitleg voor. Hè. Dat is allemaal voor haar heel... Ze kan dat allemaal heel goed plaatsen, denkt ze. Maar vroeg of laat natuurlijk gaat dat toch ontsporen. En wie heeft er dan gelijk? Ik weet het niet. Nog niet.